Vandaag zijn we te gast bij het oogstfeest van Buiten Leeft aan de rand van de stad. Margriet en Wichert hebben een aantal jaar geleden een prijsvraag gewonnen voor het benutten van een terrein. En daar hebben ze een zelfoogsttuin en een therapiecentrum gerealiseerd. Dat ging met vallen en opstaan, want je kunt wel een prijsvraag winnen, maar dat wil nog niet zeggen dat de gemeente in alles met je meewerkt. Met name de vergunningverlening was nogal een probleem. Nu zijn er een aantal problemen overwonnen en de gemeenschap die ze hebben opgebouwd was aanwezig om het oogstfeest in oktober dit jaar te vieren. Zo, dit zijn de wormenkeukens. Daar kunnen kinderen voedsel maken voor de tijgerworm. Het ene is dat je kunt heel mooi praten, allerlei dingen zeggen, maar uiteindelijk zie je de daden. En dat is natuurlijk wat we hier ook, denk ook een van de krachten is. Een van de krachten van ons initiatief, het is open, het is transparant en het is... En het bestaat. En het bestaat en het is echt. Ja, goede gedachten kweken is ook wat waard, hè? Ja, dat is waar. Het is mooi dat je het zegt, ja. Dus je moet een stichting zijn met een ideële doelstelling, dat zijn we. En nu hangt daaronder straks de coöperatie. En de coöperatie die gaat deals maken met bedrijven en verzekeraars. En zo komt dan de geldstroom binnen. En een gedeelte van de omzet van de coöperatie die gaat dan weer, daar voeden we. Dat is eigenlijk ons verdienmodel. Het gaat erom dat je het gedachtegoed steunt. En sommige mensen snappen dat. Die zeggen, het is eigenlijk een soort crowdfunding. Dus jullie zorgen goed voor de grond. En de ruil daarvoor, want dat vind ik dan weer belangrijk, daar krijgen ze wel wat voor terug. Ik zou zo graag zien dat dit een soort voor nieuwe denkers een inspiratieplek, weet je wel, waar we anders naar geld gaan kijken, want er wordt ontzettend veel waarde gecreëerd. Ja.